Sarah in de bag. Wij gaan nu opbouwen, want wij gaan een leuke campagne maken. We hebben allebei een heel leuk idee bedacht voor H&M Studio. Very excited about that. Ik heb een deel van mijn make-up thuis gedaan, zodat ik hier alleen mijn lippen en een beetje hoef af te poederen. But let's go! Ik wil alleen maar horen, it's a wrap. It's a wrap. It's a wrap, guys. Sarah heeft dus een dingetje. Zij maakt dus achter de camera geluiden. Yeah, come on. En dan hype ze je op. Love it. Very much appreciated. Thanks for the hype. But not for me. Wij gaan nu eventjes bij Bazaar wat eten. Want ik heb echt honger. Maar we moeten ook gelijk beelden selecteren. En ik denk dat dat daar wel kan. Yep. So that's where we're going. New person, who this? Ik heb mijn wenkbrauwen zojuist gedaan. En ik ben al onder de zonnebank geweest. Ik heb net mijn auto getankt. Is bizar, hè, die benzineprijzen. Laten we echt even heel eerlijk zijn. Nee, meneer, ik film u niet. U hoeft u daar zich geen zorgen over te maken. Maar ik ben echt even in shock. Volgens mij is euro 95 nu gewoon 2,11 euro hier. What the fuck? En ik zag het gewoon een paar dagen geleden bij de snelweg. Ik wil mijn eigen muziek doen. Waarom spring je zo snel over? Een paar dagen geleden op de snelweg zag ik dat 2,21 euro was. Like, I'm in shock. It's bizarre. These are signs, people, of war. I swear to God. Eerst wat omhoog gaat zijn benzineprijzen. But okay. Laat mij als influencer maar niet te veel over maatschappelijke zaken praten voordat mensen gaan huilen. Maar ik heb er een uitgesproken mening over. Okay, now I'm going to Amsterdam. Okay guys, these are all the stuff. It's a lot. Hello guys, ik ben thuis. Ik ben thuis met Ify. Ik heb echt heel slecht gevlogd vandaag. Mijn gemeende excuses. Dus het heeft weer even lang geduurd totdat ik zo slechte dagen had gefilmd. Maar ik ga het vanaf nu, dit punt in de vlog, pak ik het weer op. Ik heb zo'n linnen ding. Cotton linen homespray van de Zara. Ik vind die echt lekker. Ik moet zo gaan inpakken, want wij gaan morgenochtend naar Parijs rijden voor Fashion Week. Yay! Goed, ik ben thuis. Ik ben naar de zonnebank geweest en mijn huid is best wel een beetje droog. En ik heb van Clean Glow een nieuwe masker ontvangen, which is a new product. Daar ben ik echt blij mee. Dat is een avocado masker. Dus die gaan we lekker samen opbrengen. En dan ga ik inpakken, want ik moet nog inpakken. So, let's go. Okay guys, ik sta in mijn badkamer. Ik ben vandaag onder de zonnebank geweest. En dat betekent dat mijn huid een extra boost kan gebruiken. Ik heb de laatste tijd, moet ik echt eerlijk zeggen, echt een droge huid. Ik heb sowieso een droge tot gemengde huid. Ik heb echt geen vettige huid. Maar ik kan op momenten wel heel vettig worden. Zo, dit is done. Ik ga de masker lekker aanbrengen, want ik heb hem al eerder gebruikt. En ik wou hem heel graag met jullie unboxen. I got way too excited for this product. Ik bedoel, kijk alleen maar hoe die verpakking eruit ziet. Dit is toch fucking cute. Look at this. Alleen al om hem op mijn beauty stand neer te leggen, I would buy it. But I love this. Ik heb deze masker al één keer gebruikt. Ik ga hem nu voor de tweede keer gebruiken. En I really, really like it. Er is echt 97,2% aan natuurlijke ingrediënten. En door avocadoolie hydrateert je huid niet alleen, maar zorgt het ook dat de elasticiteit van je huid verbetert. En het is eigenlijk meteen een intense boost. So I love it. Je krijgt hier eigenlijk een spatel bij, but die heb ik één keer gebruikt. And I already lost it. En nu ga ik met het kwastje, ga ik hem aanbrengen. Hij is echt mega romig. I cannot. Look at this. Do y'all see this? It's smooth. Kijk, zoals hier, ik heb echt een droge huid. Dus ik ga hem vooral extra aanbrengen op plekken waarvan ik denk, okay. I can use some boost and glow. En ook als je hem aanbrengt is hij super creamy. Het is gewoon veel beter en zachter voor mijn huid. En af en toe, als ik vooral in de zomerperiodes, als ik merk dat mijn huid te vettig wordt op de T-zone, dan breng ik de Clean Glow Pink Clay Mask aan. En dat werkt ook echt goed, want dan trekt het letterlijk al die olie en talg van mijn huid. But this time I could use a little bit extra. Voilà. Ik ga hem even laten intrekken voor een minuutje of 15. En dan ga ik hem samen met jullie eraf halen. Ik heb een moesjebal in mijn handen. Een Ify joint. Ik ben echt verslaafd aan deze moesjebal. It's crazy. It's crazy. I can't explain. Okay guys.
Ik heb mijn masker eraf gewassen. Mijn huid voelt echt lekker gehydrateerd. Ik ga echt met een goed gevoel naar bed. Gewoon niet dat droge, trekkerige. I can't. Ik ga nog even een lipmaskertje opdoen. Mochten jullie het nieuwe masker willen uitproberen. Jullie krijgen met Selma 15% korting. You already know. En niet alleen op de masker, maar op alle Clean Glow producten. Mijn scrub van Clean Glow is sadly op. Anders had ik hiervoor even gescrubt en had ik hem daarna aangebracht. Want die scrub droogt je huid ook niet uit. En als je daarna dus deze masker aanbrengt. Double hydration. We're team hydration over hier. De code verschijnt nu in beeld. En als je die gebruikt, krijg je korting op alle producten. So we are on the way. En Ivy heeft M&M's. Koffie, spa. En ik heb M&M's. Yay! Tita. Oké, guys, ik ben mijn camera in de auto vergeten. Super dom, want ik had al in de auto gecheckt en ik had niet op de juiste plek gekeken. Dus straks moet ik even teruglopen. Maar Ivy en ik zijn omgekleed. Ik heb een outfit van Omari aan. Hoe cool is deze broek? En dit bijpassende top. Wij gaan nu met Jelies afspreken en wij gaan... Zitten ze hier dan te sporten? Zit ik hier te vloggen? Ze keken me echt raar aan. Maar wij hebben met Jill afgesproken. Want zij is ook in Parijs voor Fashion Week. En wij zijn er net en we hadden al een dinner reservation staan bij Lulu. Guys, ik ben nog steeds going strong with my telefoon. Maar deze twee dames zijn er ook. En we hebben net gegeten bij Lulu. Dat was heel lekker. En we gaan nu... We gaan nu de Uber pakken terug naar het hotel. I'm just trying to see your vision. Let the sunshine you glisten. Really got me feeling different. You don't have to feel no way, no way. Dus ik heb mijn camera weer. We hebben hem gevonden. Hij was in de auto in een andere zijvak. Oké, camerabeeldkwaliteit. Is veel beter dan de iPhone. Maar Ivy en ik zitten nu in onze kamer. Jill die komt lekker bij ons op bed hangen. En dan morgen gaan we lekker vroeg opstaan. So, we're good. Ik hoop dat jullie hebben genoten van de vlog. Vergeet geen duimpje omhoog te laten en te abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik jullie heel snel weer bij de volgende Parijs vlog. Want we zijn hier nog wel even 5 dagen. Oh, je moet niet denken dat ik ben al zij.